Een minuut stilte in Noordwijk erhoudt als eerbetoon aan Tijmen de Bruyne, lid van Kloetingen die deze week in de Verenigde Staten om het leven kwam. 21 jaar werd hij slechts. Dan de wedstrijd. VVSB. Verloor van de laatste 6 wedstrijden er niet eentje. En is in de beginfase ook de betere ploeg. En deze aanval levert na zo'n 5 minuten spelen de eerste corner van de wedstrijd op. Ricardo Kuivenhoven neemt hem. En die bal gaat er zomaar in. In één keer. Ricardo Kuivenhoven. Hij scoorde in de thuiswedstrijden tegen Goes en Hoek ook al. En doet het nu ook tegen de derde Zeeuwse club. Maar daar ging het natuurlijk achterin bij Kloetingen wel ernstig mis. Een valse start dus. Net als vorige week tegen Kwik. Toen Kloetingen ook snel op achterstand kwam. Maar nog wel met 4-1 wist te winnen. Maar hier gaat VVSB opnieuw. En dit scheelt maar heel weinig. En dus is het zaak om wakker te worden voor Kloetingen. Maar hier is de thuisploeg opnieuw. VVSB met Facunda. Facunda. En Bravard kan er nog net een handje tegenaan zetten. En daar mag Kloetingen niet klagen dat het nog maar 1-0 is. Weer een corner, weer met Kuivenhoven. En daar gaat hij nog bijna in, via Van Nieuwkerk. En zo lijkt het een hele moeilijke middag te gaan worden voor Kloetingen. Dan eindelijk een keer de bezoekers met Dijkstra. Jeffrey Dijkstra! Oeh, en daar komt Ruben de Jager net een teentje tekort om daar de 1-1 binnen te glijden. Bliek schuift in. 5 minuten voor de rust. Julius Bliek. Mooi balletje. Johnny van de Pitten. En die maakt hem. En dan is het 1-1. Hij loopt er een pijntje bij op, Johnny van de Pitten. Maar de bal zit erin. Mooi balletje van Julius Bliek. En zo is de ruststand 1-1. Of maakt VVSB er nog eentje vlak voor rust. Dit is Van Velzen. Schot van Kuivenhoven. Maar die bal gaat ver naast. Het regent in Noordwijkerhout. Ook in de tweede helft. Dit is een kopbal van de Pitten en die komt op de lat. Speelt goed Gianni van de Pitten. Hier is hij weer. Diebos. En dan wordt er een overtreding gemaakt op Diebos. En dan mag Kloetingen een vrije trap gaan nemen. Keeper Ruben Valk zet een klein muurtje. Daar is Gianni Diebos op de lat. Ja, Kloetingen komt steeds beter in de wedstrijd. En de 1-2 hangt in de lucht, maar het blijft opletten voor Van Nieuwkerk. Bliek ruimt op, maar doet dat niet goed. Blijft die bal hangen. Kloetingen krijgt hem niet weg. En dan is dit Van Wetten met de goal. Maar er is al gefloten door de scheidsrechter. Buitenspel. Ja, is het nou buitenspel of hens? Nou ja, misschien wel allebei. Hoe dan ook, de goal gaat niet door. Plank. Van Hekken. Daar is Plank weer. Oh, die wordt neergelegd. En dan is de strafschop voor Kloetingen. De twee verdedigers stomen mee op. Plank gaat tegen de grond. En de scheidsrechter wijst naar de stip. En dus krijgen we een duel tussen Gianni Diebos en Ruben Valk. Diebos die scoort. Prima de keeper de verkeerde kant op gestuurd. En Kloetingen staat voor. Hier is Diebos opnieuw. Dijkstra. Daar is Van Keulen. Oeh, grote kans dit hoor. Maar Valentijn Van Keulen krijgt zijn voet niet tegen de bal. De vervanger van de vorige week geblesseerd geraakte Wout Nelen. Dit is Diebos opnieuw. Dijkstra, mooi balletje. Johnny van de Pitten, die beslist de wedstrijd. Prima goal van Johnny van de Pitten, zijn tweede van de middag. En de vreugde bij Kloetingen is natuurlijk groot. Want dit gaat een belangrijke overwinning worden. Mooi binnengeschoten door Van de Pitten. Valk is kansloos. En het is 1-3. Oeh,
dat is een harde overtreding van Kuijverhoven. En die krijgt zijn tweede gele kaart. En dus rood. Overtreding op Valentijn van Keulen. Ja, komt hard door. En terecht dat hij naar de kant moet. Nog één balletje dan van VVSB van Munji. Maar die gaat ruim over. En dus wint Kloetingen in Noordwijkerhout met 1-3. Een hele knappe zege. En daardoor is Kloetingen nog steeds de nummer 3 op de ranglijst.